De afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstromingen. Nu, bijna 90 jaar later, wordt de afsluitdijk versterkt. Maar de dijk wordt niet alleen opgeknapt. Er wordt ook hard gewerkt aan duurzame, innovatieve projecten. We hebben een programma wat is gericht op ecologie, waarin de vismigratierivier past, rondom duurzame energie. En we hebben een heel programma wat is gericht op de stimulering van de economie. De duurzame energie op de afsluitdijk gaat het ons minder om productie, maar meer om het stimuleren van de innovatie. Het is heel erg lastig om energie te winnen uit water wat tot circa 5 meter per seconde stroomt. En met die techniek van Tokardo kunnen we dat. En er is op de wereld meer langzaam stromend water dan snel stromend water. Dus als dat lukt en als we dat goed onder controle kunnen krijgen, dan is zo'n product heel goed weg te zetten over de hele wereld. Naast de aandacht voor duurzame energie komt er ook een project om de visstand in het IJsselmeer te vergroten. De zogenoemde vismigratierivier. Een opening in de afsluitdijk waar vissen doorheen kunnen zwemmen. En in die 3 à 4 kilometer lengte is een overgangsgebied van zoet naar zout. Waar de vissen kunnen wennen van ofwel van het zoete naar het zoute of van het zoute naar het zoete. En op die manier hun weg verder kunnen vinden. Dan wel naar de zee, dan wel richting de bergen in Europa. Het is in ieder geval heel interessant. Sinds we dat onderzoek doen, dan moeten we elke kwartier een net ophalen. Dan stonden we er toch behoorlijk van te kijken wat daar allemaal zwom. En wat we tegenkwamen. Eigenlijk zo bijzonder, dat hadden we eigenlijk niet kunnen bedenken. En ook op tijden dat je dat niet verwacht. Dus het is, en ja, goed, als die rivier er is, dan moeten ze naar het IJsselmeer kunnen zwemmen. En ja, hoe dat gaat aflopen, dat weet ik niet. Ik denk dat niemand het weet. Maar het is wel erg interessant. De nieuwe afsluitdijk is in 2022 klaar en zal ons dan de komende 30 jaar tegen het water beschermen. En we hopen dat we het vast kunnen houden dat hier innovatieve bedrijven naartoe trekken om hun technieken hier uit te testen. Met alle onze kennisinstellingen, met onze kennisinfrastructuur die we hier hebben ontwikkeld. En daarmee een impuls kunnen blijven vormen voor onze regionale economie.